Klaas is een jonge kunstenaar en zijn grootste inspiratiebron is schedels. Maar die zijn natuurlijk niet gemakkelijk te vinden. Ik ben altijd wel al creatief bezig geweest. Sinds een jaar of 4, 5 ben ik serieus bezig met schilderen. Probeer ik daar echt mijn ding van te maken. Dat is ook eigenlijk mijn hoofdbezigheid, hetgeen waar ik elke dag mee bezig ben. Ik kan me niet anders voorstellen dat ik zou doen. Het is gelijk een never-ending story. Je kunt daar bezig mee blijven. Dus. Ik ben nog maar 24 jaar, maar ik heb echt nog werk voor een gans leven, sowieso. Het is een zelfportret, maar die zware vlinders die komen uit mijn mond gevlogen. Die gaan naar omhoog en die vormt een schedel. En dat is het plan, ja. Schedels is voor mij het meest interessante object dat ik ooit al ben tegengekomen. Het is het meest karaktervolle object. Het heeft aparte eigenschappen. Het heeft een verfijning. Het heeft ook soms barsten. En elke schedel is anders. Ja. Ik ben er altijd al door gefascineerd geweest. Er is echt niets dat ik tegenkom dat meer karakter heeft dan een schedel. Ik bekijk dat puur vanuit de vorm, vanuit karakter. En de ding dat ik daar kan mee doen. Sinds dat er getekend wordt, zijn schedels objecten die gebruikt worden. Dus ja, als ik vrije tijd heb, dan neem ik mijn schedels en dan begin ik te schetsen. Ik zou via de stip nog eens aan de mensen willen vragen. Als ze schedels thuis hebben liggen van mensen of dieren en ze weten er geen weg mee. Ze kunnen mij er altijd mee helpen. Kijk, ik maak er mooie schilderijen van. Ik raak er door geïnspireerd en in de eerste plaats kijk ik er ook vooral graag naar.